Wij worden in het traject voortdurend laat en behoorlijk misleidend geïnformeerd. Het projectteam van de gemeente krijgt op die avond van 15 september een spervuur aan goed onderbouwde, geïnformeerde bezwaren tegen de aanleg van de garage. Op een gegeven moment, tegen het eind van de avond, hebben wij gevraagd om in de verslaggeving van die avond die bezwaren te eerbiedigen en ze niet om te spinnen naar vragen. Expliciet hebben we dat gevraagd. Maar wat schetst onze verbazing? Een paar weken later kregen wij een brief waarin er naar die avond werd terugverwezen, waarin stond: het bleek dat er op deze avond nog veel vragen in de buurt zijn. Zelfs een expliciet uitgesproken angst om de feiten niet te verdraaien, bleek volkomen terecht. Het projectteam van de gemeente geeft keer op keer de indruk dat de realisatie van de garage een heilig doel is en dat het participatierecht van de bewoners erbij een kwestie is van afvinken. En dat is een cynische houding en die moet echt stoppen. En wat ik daarbij interessant vind is dat het 30 miljoen kost, inclusief bassin en fundering van de grond, voor iets van 150, 180 parkeerplaatsen. Wat is het gevolg van deze parkeergarage? Aanzuigende effect op privaat autogebruik en destimulering van openbaar vervoer. Wat resulteert dit tot meer auto's in de pijp? En ik weet niet of jullie soms in de Van Wouwstraat lopen, maar het is nu al af en toe een beetje verstikkend. Laat staan als er dus meer en meer auto's komen en minder vervoer, openbaar vervoer wordt gebruikt. Ten slotte vraag ik me dan ook af, om het even te relativeren, deze 30 miljoen, hoeveel het Stadsdeel Zuid heeft bezuinigd dit jaar, is, als ik het goed heb, uit mijn hoofd 1,4 miljoen en de hele gemeente 14 miljoen. En als we dit dan even relativeren ook naar waarom hebben we bezuinigd. Nou, structurele leegstand van parkeergarages in Amsterdam, 80%, allemaal publiek. En dan hebben we ook nog over leegstaande kantoorruimtes. En als we dan eigenlijk even goed nadenken, dan is deze parkeergarage wel voor de buurt of voor vastgoedmagnaten. Maar daar ga ik niet over, maar er zijn wel rechtszaken aan de gang, zoals de zaak van Urgenda. En die klaagt gewoon de staat aan dat zulke initiatieven die niet de duurzaamheid nastreven en dus toekomstige generaties schaden, ofwel de burgers van de pijp, dat gewoon eigenlijk niet kan. Ina, hoe lang woon jij hier al? 72 jaar. Wat vind jij van dat er eventueel een garage komt? Kut. Geen garage.